Stel uzelf voor in exact 30 seconden. Hey, ik ben Katja Verheijen, ik ben kandidaat voor het Vlaams Parlement en ik sta als eerste opvolger in de provincie Limburg. Ik ben 39 jaar, ik ben getrouwd, ik heb twee dochters. Ik ben opgegroeid in Rotterdam, maar ik woon nu al een hele tijd in de mooie stad Bree, waar ik schepen ben van welzijn en wonen. Ik ben ook fractievoorzitter in de provincieraad in Limburg. Naast mijn politieke carrière ben ik ook nog werkzaam binnen de crisisjeugdhulp. En als ik dan nog tijd over heb, probeer ik wat te sporten en mee te helpen achter de schermen voor een musicalproductie. Waarom stapt u in de politieke strijd? Waarom stap ik in de politieke strijd? Ik ben niet helemaal nieuw. Ik ga al een tijdje mee in het lokale en het provinciale niveau. Ik was al heel jong, heel erg politiek bewust. Dus als tiener had ik een heel uitgesproken mening over bepaalde standpunten, over bepaalde thema's. Dus ik denk dat het de mensen toen niet verwonderde dat ik de stap in de politiek zou zetten. Ik ben er ook een beetje in gerold. Maar om op de vraag te antwoorden, ik denk heel veel mensen die langs de zijlijn van alles roepen en zeggen en dit kan anders en dit moet er gebeuren en dit moeten we doen. En ik ben nog altijd van mening van, ja, begin bij jezelf, stap in de politiek, doe het. Je kunt echt wel het verschil maken, zeker op lokaal niveau, in heel kleine dingen. Dus waarom niet, zet gewoon die stap in de politiek als je echt iets wilt veranderen. En bij deze ook een oproep naar de jeugd toe. Als je voelt van, politiek is misschien toch wel iets voor mij en ik heb er interesse in, doe het gewoon, waag de kans. En ja, dat komt goed. Welke quote heeft u gekozen? De quote die ik heb gekozen komt van Etienne Lamy. Dat is, als ik me niet vergis, een Franse journalist, ook auteur. Advocaat volgens mij ook in de eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. En ik ben dat toevallig tegengekomen op het internet. En die zei, weliswaar in het Frans, maar ik ga het nu in het Nederlands zeggen, van de grote kunst in de politiek is niet diegene te horen die spreken, maar diegene te horen die zwijgen. En ik denk, als je beslist van ik ga in de politiek stappen of je hebt een uitvoerend mandaat, is het heel belangrijk. Denk ik als dat als basis mee te nemen. Hè. Je moet zeker mensen horen die iets vragen of die iets willen. Dat moet je zeker wel proberen te beantwoorden. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om die groep te zien, te voelen, die niks zeggen. En ik denk dat het ook vooral belangrijk is om zicht te krijgen op wat is er aan de hand. Ga de straat op, ga als politieker kijken van wat leeft hier en sluit vooral niet je ogen voor de dingen die echt wel gebeuren, die misschien niet heel erg opvallen, hè? Maar echt waar, ga de straat op en weet wat er leeft in uw gemeente, in uw provincie, in uw land. Dus ja, veel mensen roepen heel hard voor iets gedaan te krijgen, maar je moet ook denken aan die groep die niet kunnen roepen of die het niet durven of die je gewoon niet hoort. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Mijn politiek voorbeeld, ik denk als fiere Limburger, en ik denk dat ik hem hier ook net heb zien staan, is Jan Peumans. Jan Peumans is een heel amabel man, een man met heel veel humor, heel goed gevoel voor humor. Is ook iemand die heel hard werkt, als Vlaams parlement, nu ook als voorzitter van het parlement. Die zijn dossiers heel goed kent, die echt wel gerespecteerd wordt daardoor. Jan Peumans is ook iemand die, denk ik, nu eind van zijn carrière misschien, ook wel altijd de persoon gebleven is die, of is altijd zijn eigen gebleven, is altijd voor zijn standpunten uitgekomen en dat siert hem enorm. En ik denk dat hem daarvoor of daarom ook wel heel erg gewaardeerd wordt over de partijgrenzen heen. Hij heeft echt wel zijn strepen verdiend binnen de politiek. Maar dat is hier in Vlaanderen, denk ik. Maar als ik dan bijvoorbeeld naar de geschiedenis kijk, of nu ook wel naar het buitenland, misschien heel actueel vandaag, kijk ik vooral op naar mensen, ook wel naar politiekers, die ondanks vervolging echt wel een ideale trouw blijven. Natuurlijk ja, op een geweldloze manier, hè, maar die ondanks vervolging echt wel bij hun standpunt blijven. En daar kijk ik echt wel naar op. Dat zijn voorbeelden in mij. En in de geschiedenis kom je dat wel tegen en nu ook wel in het buitenland. Dus ja. Wat zijn uw politieke interesses? Mijn politieke interesses, ik ben zelf van opleiding opvoeder. Ik heb zelf in een bijzondere jeugdzorg gewerkt. Ik heb in de kinderpsychiatrie gewerkt. Dus natuurlijk. Dus dat ga ik naar het welzijnstukje, heel algemeen, maar dan meer bepaald door mijn werkervaring, door mijn opleiding, de jeugdzorg. Omdat ik zelf in het werkveld gestaan heb en nog altijd in het werkveld sta. En heel goed weet wat de knelpunten zijn binnen de jeugdzorg. Wat er anders kan, wat er nodig is. En er is echt nog wel werk aan de winkel binnen de jeugdzorg. Daarnaast ook wel kansarmoede. Dat is een vicieuze cirkel. Dat gaat echt van generatie op generatie. En ik vraag me echt af van hoe kunnen we dat doorbreken? Hoe krijgen jongeren die opgroeien of die geboren worden in kansarme gezinnen toch wel
meer kansen, hoe geraken zij daaruit? En ja, dat is toch echt wel iets waar ik mee bezig ben. En hopelijk lukt dat ooit wel. Want ja, elk kind heeft rechten op alles, eigenlijk op alle kansen. Hè. Ik ben zelf opvoeder en ik zie dat opvoeders het ook heel moeilijk hebben. Hè. Zij staan vaak met bepaalde gasten in een leefgroep, ook heel vaak alleen. Daar moeten zij het redden. Het zijn vaak ook jongeren met een rugzak, die het ook allemaal niet gemakkelijk hebben. Dus ik denk echt wel op personeel dat daar absoluut niet op bespaard mag worden. Dan in de jeugdzorg ook de wachtlijsten, denk ik, het plaatstekort. Maar ook vaak dat jongeren die in een andere setting eigenlijk horen, die vaak in hun gewone voorziening verblijven. Jongeren met een psychiatrische problematiek die ook wel binnen de jeugdzorg eigenlijk worden opgevangen, maar die misschien toch meer richting kinderpsychiatrie moeten gaan. Maar dan algemeen, dat is echt wel tekorten ook op de, ja, moet ik dat zeggen, binnen, dat is echt wel plaatsgebrek binnen de jeugdzorg. En dat jongeren ook wel op hun plek zitten binnen de jeugdzorg. Wat kan er anders en beter in de politiek? Wat kan er anders en beter in de politiek? Het imago. En ik denk dat we het er allemaal over eens zijn. Het imago in de politiek is niet al te best. Ik durf ook niet altijd te zeggen, ja, ik ben actief in de politiek. En ik denk dat we daar echt wel iets aan moeten doen. Maar wat ik zelf, waar ik mee aan stoor, is dat er niet altijd samenwerking is. En ik pleit ook echt voor samenwerking over de partijgrenzen heen. Als het over een bepaald thema gaat, over een bepaalde regio, dan denk ik, waarom kunnen wij niet de handen in elkaar slaan? Over de partijgrenzen heen, om samen op te komen voor dat bepaald onderwerp, voor dat thema, voor die regio in Brussel. En dat gebeurt, denk ik, nog altijd veel te weinig. En dan nog iets anders. Ik vind debat, discussie, moet er zijn, moet er echt wel zijn. Maar het op de man spelen, het persoonlijk worden naar elkaar, dat mag wel een stuk minder voor mij. Er moet echt wel meer over de inhoud gaan en niet van wijzen naar elkaar en heel erg persoonlijk worden. En ik denk dat iedereen, zowel binnen de politiek als mensen die buiten de politiek staan, niet moeten vergeten dat je de politieker hebt. Maar achter de politieker heb je ook nog altijd een mens van vlees en bloed, die ook een gezin heeft, die kinderen heeft, die familie heeft. Dus dat zijn zowel dingen die zeker anders mogen van mij of moeten kunnen. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Het voorwerp dat ik vandaag heb meegebracht is een armbandje. En dat armbandje dat is gemaakt door mijn twee dochters. Die maken regelmatig dingetjes voor mij. Die knutselen heel erg graag. Ik heb ook vaak tekeningen in mijn agenda van hun zitten. En voor mij is dat heel belangrijk, omdat ik ben niet altijd heel vaak thuis. En dan heb ik toch altijd een stukje van mijn kinderen met mij mee. En ik denk dat mij dat ook doet herinneren, zeker in de politiek, dat het belangrijk is dat je de politiek ook wel relativeert. Voor mij is nog altijd het belangrijkste mijn gezin, mijn twee kinderen, die komen op de eerste plaats. En ik heb ook in mijn leven denk ik al voor een aantal uitdagingen gestaan. En dat ook weer doet mij herinneren van, kijk Katja, er zijn ook nog wel heel erg belangrijke dingen in je leven, zoals uw kinderen, en daar moet je echt wel voor zijn. En ik doe heel hard mijn best om een goede moeder voor mijn kinderen te zijn. En ik kom er nogmaals op terug, maar ik denk dat elk kind een goede thuis verdient. Elk kind heeft daar recht op om een goede thuis te hebben met heel veel liefde. Dus bij deze het armbandje gemaakt door mijn kinderen, dat ik om had en dat ik zelfs nu ook terug ga omdoen.